De bibliotheek in het Karregat in Tongeren moet per 1 april dicht. De sluiting van de vestiging moet 3 ton aan bezuinigingen opleveren. In totaal moet er dit jaar 4 ton worden bezuinigd bij de BIEP. Wethouder Scheurs vindt dat er in de wijk wel een plek voor boekenuitleen moet blijven voor basisschoolkinderen en senioren. Daarom komen er biepvoorzieningen in een speelcentrum en bij een instelling voor ouderen. Over een paar maanden moeten die voorzieningen klaar zijn.